Patricia Pai, die is op zoek naar haar zoveelste trouwjurk. Want in januari dan komt er een heel groot feest. Want ze is natuurlijk, wat was het vorige week, opnieuw getrouwd met haar 35 jaar jongere minnaar Robert Hinvelaar. En ja, dan heb je dus een mooie witte of misschien een andere kleur jurk nodig. En waar slaag je nou beter als bruid dan in het programma Say Yes to the Dress van TLC? Opvallend is dat ze de jurk dus niet koopt bij een bekende ontwerper als Arnie van der Krommenakker of bruidsmodegoeroe Mary Borsato, maar gewoon bij de ex van haar verloofde. Patricia verrast begin deze maand vriend en vijand door wel heel plotseling te trouwen met haar 35 jaar jongere vriend Robert. Inmiddels is bekend dat ze meedoet aan het programma Say Yes to the Dress. Meer zangeressenjurk dit. Ja. Toch? Een avondjurk. Een avondjurk, ja. Saillant detail is dat Patricia in haar zoektocht naar een droomjurk wordt bijgestaan door de vrouw die tot 2013 een relatie met Robert had. Een ex met een bruidsmodezaak. Dat was een hele leuke ontmoeting. Ze was heel spontaan en het klikte gewoon leuk tussen elkaar. Ik begreep haar, zij begreep mij. Van jaloezie of ongemakkelijke situaties is dan ook helemaal geen sprake. Wij passen niet bij elkaar, dus je gunt het hun geluk. En of het nou de eerste, tweede of derde keer is, nou ja, iedere keer doe je het om met de juiste te trouwen. Ja, en ik hoop dat ze het voor elkaar zijn. De jurk is inmiddels gevonden en wordt nog een beetje aangepast aan Pai's smaak. Ja, ze had wel een aantal wensen. Ze kwam met een bepaalde wens binnen dat ze iets eenvoudigs ingetogen zou willen. Maar dat is het uiteindelijk niet geworden. I'm seeing your personality. Yeah. And no, we need a dress. Let's go get it. Patricia is een diva. Is iemand die graag van glitter glamour wordt. Dus daar mag ook wel iets bij van, daar staat ze. Wanneer de grote dag is, is nog niet bekend. Maar Ramona houdt er graag een plekje voor vrij in haar agenda. Het wordt een prachtbruid, daar ga ik voor zorgen, zeker weten. Als ze me vraagt en ik moet haar aankomen kleden, dan zal ik daarvoor te zijn. Het resultaat is volgende week dinsdag te zien op TLC. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Hé, jongens? Ja.